Hey. Ook eten, trouwens? Ja, lekker. Okay. Een obade aan wat mij betreft de vakantiegadget van 2013. Dit is de Logitech UE Boom. En ik vind hem zo cool dat ik gewoon een knetterharde unboxing doe. Unboxing? Ja, ja. Ik pak hem wel weer even in. Het doosje zegt eigenlijk al genoeg. Haal hem uit Pandora's box. Moet dat wel lukken natuurlijk, want ik kan dat helemaal nooit. Het is niet zo soepel als al die webwinkels. Ja, kijk. Daar gaat hij. Kijk, en dan doen we zo. En dan doen we 3, 2, 1. En dit is hem dan. Is hij compact of is hij compact? Dat dacht ik wel. Laten we maar eens even muziekje gaan luisteren. Oh, en weddenschapje, jullie weten echt niet wie dit nu zingt. Toen ik klein was, ging het leven niet zo vlug, doe maar niet. Nou, hoe werkt deze Logitech UE Boom nou? Nou, heel eenvoudig, zelfs met een kapotte iPhone. Je zet hem aan, hier zit een klein knopje, druk je in. Nou, gaat hij knipperen. Dit horen jullie allemaal als het goed is. Dan gaat hij zoeken. Koppelen. Nou ja, klaar is Kees. Waar heb je zin in, Tobias? Wat voor muziek gaan we draaien? Nee, niet de koers. Daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Dit is zo ontiegelijk slecht. Ik zet hem gewoon even uit. Waarom? Dan kan ik jullie mooi even vertellen wat dit apparaat nou eigenlijk allemaal kan. Logitech noemt het namelijk een social Bluetooth apparaat. Nou, dat klinkt vooral heel hip. Kijk maar naar de leuke plaatjes die ze hier op de achtergrond hebben van hun website. Het komt er eigenlijk vooral op neer dat je dit apparaat moet gebruiken met je vrienden. Hij heeft bijvoorbeeld ook een heuse app. En met die app kan je onder meer twee Logitech UE Booms op elkaar aansluiten voor extra goed geluid. En stiekem is dat ook wel een beetje nodig. Want de echte muziekfreak zal zich misschien een beetje erger aan het magere dynamische bereik van de UE Boom. Maar ga jij op vakantie, wil jij dit ding echt meenemen? Oh, dat zweer ik. Voor de rest is natuurlijk de Boom ook nog voorzien van een haakje. Kun je hem lekker overal meenemen en dat is natuurlijk het hele idee van het apparaat. Dat je hem altijd in je binnenzak steekt of aan je broekriem of whatever. Bijvoorbeeld in de keuken. Als je trouwens muziek aan het luisteren bent en je wordt gebeld, zoals nu heel toevallig het geval is, dan druk je op beantwoord en dan kun je gewoon audiobron UE Boom gewoon opnemen. Dus Tobias, wil jij je ei sunny side up of niet? Lekker. Doe ik lekker toch niet. Ha. Lekker testen die jongen. In de auto. Onder de douche. Nee. Maar vooral op vakantie. 70% geladen. Nou, we kunnen nog even dus. Overigens gaat hij iets meer dan de middag mee. Dat is wat dat betreft heel erg goed. De Logitech UE Boom heeft een adviesprijs van €199 en dat vind ik hem absoluut waard. Ben jij nou op zoek naar een goede Bluetooth speaker, draadloos, dan is dit jouw keuze. En ik ga schaamteloos nog even muziek luisteren op het terras. Later. Nou, de film is nou weer klaar. Gewoon bier drinken. Kom. Yep.